toe. Vandaag ga ik samen met jullie iets maken. Maar wat? Dat weet ik zelf ook nog niet. Ik had namelijk een heel erg leuk idee. Maar nu we steeds dichter bij deze video komen, begin ik een klein beetje te twijfelen of dit een heel erg goed idee is eigenlijk. Maar ik had bedacht dat Rick gaat bepalen wat ik moet gaan maken. Wat we namelijk gaan doen. Rick gaat zo meteen voor mij naar de hobbywinkel. Die gaat allemaal spullen uitzoeken zonder dat ik meega, zonder dat ik weet wat hij gaat kopen. En met al die spullen moet ik wat gaan maken. Kan ik hier eigenlijk nog onder vandaan? Nu ik dit zo aan het stellen ben, denk ik al, nee, dit gaat sowieso niet goed komen eigenlijk. Nee, ik denk dat je nu je eigen graf aan het graven bent. Nou, we zien het allemaal wel. Ik hoop dat hij het goed uit gaat kiezen. Ik ga mijn jas aantrekken. Let's go. Nou, daar zijn we dan hoor. Ik ben heel benieuwd wat je gaat doen. Ga je ook iets meenemen waar ik het ook echt op maak of zo? Nou, verras me ook maar. Kijk maar. Het gaat helemaal goed komen dit. Okay, ja, ik ga hier wel gewoon in de auto een beetje zitten niks aan. Ik ga jullie meenemen. Van onze camera is leeg. Super handig. Maar ik heb iets bedacht. Er zijn zoveel dingen. Ik ga gewoon van alles in één kleur iets meenemen. Nou ja, alles. Rick die blijft echt vet lang weg. Ik weet niet wat hij heeft bedacht, maar hij doet er echt lang over. Ik heb hem trouwens ook mijn pinpas meegegeven, dus misschien was dat ook niet een al te slim idee. Yep, en nog steeds geen Rick. Ah, daar Hallo? Is die dan hoor. Weet je hoe lang je weg was? Best wel lang. Ja, ik dacht dat je ook met hele schilderijen en alles aan zou komen lopen. Maar nee, dat valt me mee. Het is een hele grote winkel. Ik ben heel benieuwd. Ik zie alleen nog maar wat papier. En een tasje. Voor de rest niks. En wil je het nu al weten? Of, nee, dat doen we in de studio. We gaan het meenemen. Okay. Kom. Ik heb nog niet gekeken. Express niet. Nou ja, behalve dan de dingen die ik kon zien. Want ik zag hier in ieder geval papier in. Is het ook de bedoeling dat ik dan dus hierop ga werken? Heb je eigenlijk iets bedacht? Of heb je gewoon maar random wat gepakt? Nee, ik heb wel iets bedacht. Ik had wel een thema. Het is wel leuk. Het voelt helemaal een beetje alsof ik gewoon cadeautjes krijg. Ja, sommige dingen zijn ook cadeautjes. Ik had bedacht van maak het ook op een paars papier. Alleen toen was ik de kleurtjes aan het kijken. Toen dacht ik ja, maar ja. Als je die hierop smeert, dan zie je niks. Want paars op paars. Oké, geef me nu dat tasje. Ik wil weten wat erin zit. Hier hebben we wit papier. Dus ik heb ook twee witte meegenomen. Oké. Wit papier en paars papier. Beginnen we met datgene wat waarschijnlijk het moeilijkste gaat zijn. Goed? Ja. Want ik dacht, ik maak er gewoon iets leuks van. Dus sowieso moet er iets gaan gebeuren met spraypaint. Omdat het misschien toch wel tof is als je een zwarte omleiding te maken. Dit is de enige in een andere kleur. Oké, in de brush vinden. Ja, so far gaat het nog goed. Oké. Gouache. Hoe heet die? Acrylverf. Ja. Dan heb ik ook nog gouache in een andere kleur. Dan heb ik ook nog een acrylmarker in het paars. Dan heb ik ook je allereerste Copic marker. Oh, jee! Oeh. Van Derwent meegenomen. Geen idee wat ja, dit voor goeie potloden zijn. Oh, wat leuk. Ook in de kleur paars. Nee, die zijn blauw. Oké. Succes! Ja, thank you. Ik zou je jas even uitdoen als ik jou was, want volgens mij ga je het warm krijgen. Yep. Dit is dus wat Rick heeft uitgekozen. Ik heb hier alles klaar liggen. En het leek mij wel slim voordat ik ga beginnen. Om eerst in ieder geval alles te testen. Ik vind het zelf wel heel erg leuk om iets te maken op dat paars papier. Maar ik snap ook wel wat Rick zei. En dat is dat misschien alles dan een beetje te paars wordt en sommige kleuren wegvallen. Dat denk ik vooral voor deze brush pen. Eigenlijk, ik denk dat de rest er wel heel tof uitziet. Maar misschien is het juist ook wel heel erg leuk. Dus wat ik ga doen. Ik ga gewoon even alle kleuren in ieder geval proberen. Op zowel het paarse als op het wit. En dan halen we gewoon even een stukje eraf. Want ik hoefde toch niet alles te gebruiken, zei Rick. En dan gaan we in ieder geval even kijken hoe de kleuren eruit zien en hoe ze tot hun recht komen op hun ondergrond. Ik heb ze nu allemaal getest, behalve nog de spraypaint, die heb ik voor het laatst bewaard. Dus, spraypaint, you and me, outside. Het waait echt zo hard vandaag. Waarschijnlijk gaan we spuitverf ook alle kanten op. Kijk, zie?
Oh ja. Oh, dat is leuk. Wat me wel opvalt trouwens is dat hij hier, ik kreeg hem echt niet druppend. En op deze wel. En sowieso is het best wel ander papier. Dat merkte ik ook heel erg vooral met deze verf. Dat hij hier heel veel beter tot z'n recht kwam. Op dat lila papier. Dan op dat witte papier. Daar is het echt heel erg naar gesmeerd. Dus ik zat te denken. Ik ga denk ik niet gewoon op één kleur papier werken. Ik ga ze gewoon allebei gebruiken. Mag ik wel om te schetsen gewoon mijn schetspotlood gebruiken? Ja, dat mag. Oké, gelukkig. Dat is iets fijner. Want dit gaat niet lekker zijn met gummen. Dus ik ga dan wel mijn schetspotlood erbij toevoegen. Ik heb een beetje een idee. Of het leuk wordt, dat weet ik niet. Dat is altijd natuurlijk maar weer de verrassing als je weer iets heel creatiefs gaat doen. Maar wat ik heb bedacht is om iets te gaan maken op dat witte papier. Iets van een zeemermin, denk ik, of zo. Die ik dan helemaal hierop ga maken met de materialen die ik op dat witte papier het lekkerste vind werken. En dat ik die dan vervolgens ga uitknippen, weer ga plakken op het paarse papier. En dat ik op dat paarse papier dan de achtergrond ga maken met misschien iets van die jellyfishes eromheen of zo. En dat ik daarvoor de verf ga gebruiken. Het ga afwerken met heel veel spray paint. Ik weet nog niet precies hoe, maar ik ga het niet zo enorm groot maken. Ik heb natuurlijk best wel veel papier. Ik heb er nu al een stuk uitgeknipt om het hier überhaupt op te testen. Dus ik ga hem wel eerst op maat snijden. Dus laten we hopen dat het iets leuks gaat worden. Ik ga weer mijn best doen. Als ik denk aan een zeemermin, dan denk ik eigenlijk al heel snel aan de zeemermin van Disney, dus Ariel, de kleine zeemermin. En toen ik haar aan het tekenen was, toen begon ze er ook echt superveel op te lijken. En dat was niet de bedoeling. Het is niet dat ik hier de kleine zeemermin aan het tekenen ben. Ik denk dat dat vooral komt omdat ze best wel grote ogen heeft. En mijn poppetjes teken ik ook altijd met best wel grote ogen. En uiteraard dat haar. Ariel heeft ook zo'n enorme kuif. En ik wilde dat mijn zeemermin ook van dat hele poefie haar kreeg. Dat zo onder water, zo helemaal door het water mee omhoog werd genomen. En daardoor tekende ik het zo. En toen leek ze best wel veel op Ariel. En ik kreeg het ook niet echt uit of zo. Dus ik had eigenlijk maar besloten om in ieder geval er echt een heel ander soort aankleding te geven. Dus vandaar dat ze een kroon op krijgt met heel veel van die schelpen dingetjes eraan. In ieder geval geen schelpen topje. Volgens mij heeft Ariel zelf dat ook, dus dat wilde ik niet. Dus ik heb wel echt geprobeerd om er niet te veel op te laten lijken. Maar als jullie denken van ja, ik vind het heel erg lijken op Ariel, ik snap het. Ik vind het zelf ook. Het was niet de bedoeling, oké? Dus we hebben het er niet over. Dan wordt dit de schets. Ze is nog best wel groot geworden. Kijk nou, ik heb bijna dat hele papier gevuld. Dus dit wordt dan zeg maar hetgeen dat ik ga maken op het witte papier, zoals je kan zien. En dan ga ik dit straks uitknippen. Of zo, denk ik. Ik weet het niet. Ik was natuurlijk weer helemaal geconcentreerd bezig met tekenen. Totaal weer vergeten wat de challenge was. Dus dat brengt me ook meteen bij het volgende. Hoe ga ik nu verder? Want normaal gesproken zou ik nu een brushpen pakken. Het gewoon helemaal gaan omlijnen, zoals jullie weten. En dan ga ik daarop inkleuren. Maar dat heeft Rick natuurlijk niet meegenomen. Dan zou ik het meteen met een acrylmarker kunnen gaan omlijnen. Maar dat lijkt me weer niet handig als ik daarna dan weer ga kleuren met van mijn markers. Ik zou nu eerst met markers kunnen kleuren, maar dat gaat ook niet. Want ik heb met grijs geschetst, dus dat wordt een rotzooi. Dus ik loop even een beetje vast. Aan de andere kant, ik ben hier nu toch in mijn eentje. En Rick is er niet. Dus ik kan ook gewoon, en dan moeten jullie niks zeggen, gewoon heel stiekem mijn brushpen gaan pakken. En dan zeggen we gewoon tegen Rick dat dat gewoon de acrylmarker is. Dat weet hij toch niet. Gewoon een beetje vals spelen. Klein beetje. Maar ik vind dat dat nog hoort bij het schetsgedeelte. En Rick zei, ja, je mag wel gewoon schetsen zoals je dat altijd doet.
Oké, en dan zijn we nu eindelijk aangekomen aan het moment van de challenge. Want tot dusver heb ik alleen nog maar met het papier gewerkt. En alle andere spullen, die had ik. Zoals mijn schetspotlood en mijn schetspen. Ik ga nu beginnen met het gebruiken van de producten die Rick heeft gekocht. En ik ga mezelf wagen aan de kleurchallenge. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind kleuren altijd al een challenge. Of ik nou spullen heb die ik niet ken, of dat ik dat moet doen met spullen die ik echt dagelijks gebruik. En nou moet ik ook nog werken met een heleboel producten die ik niet zo heel goed ken. Zoals meteen al de Ecoline Brush Pen. Ik werk daar echt nooit mee. Ik vind het ook een heel spannend product altijd. Ik heb hem wel eens in de één kleur challenges gebruikt. Mocht je die video's niet hebben gezien, ik heb hierbovenin een linkje gezet. Maar daar heb ik hem heel minimaal gebruikt. En ik dacht, oké, ik ga niet weer in mijn comfortzone zitten. Ik ga die Ecoline Brush Pen gebruiken. Alsof mijn leven ervan afhangt. En ik ga er van alles mee doen. Maar ik moest er wel heel erg aan wennen. Want de brush pen werkt wel even heel erg anders dan mijn alcoholmarkers. Maar mijn alcoholmarker daarentegen, kijk, dat is weer bekend terrein. Daar kleur ik vaker mee. Ook al had ik nog nooit met een Copic marker gekleurd. Voor de mensen die het willen weten. Hij kleurt wel fijn hoor. Ik ben er wel echt heel blij mee. Maar goed, mag ik wel voor die prijs. Het zijn ook wel de alcoholmarkers, de alcoholmarkers. Die Ecoline Brush Pen trouwens, die was best wel wat blauwer dan dat de dop was. Want de dop was op zich wel echt een paars tint. Maar toen ik ermee ging kleuren, hij is wel paars, maar zo in het algeheel oogt hij wel heel blauw. Vind ik ook wel heel leuk, maar daardoor verdwenen ook best wel wat lijnen hier en daar in haar haar. Dus ik heb dan nog wel geprobeerd terug te laten komen met weer een acrylmarker. Maar dat wilde nog niet overal even goed lukken. Dus als ik in mijn eentje de kleuren zou hebben uitgekozen zonder dat dit een challenge was van Rick, dan had ik denk ik wel andere kleuren gekozen. Had ik haar huid ook niet paarsig gekleurd. Wat ik dan trouwens wel weer heel leuk vind. Dus zo zie je maar. Af en toe is het gewoon goed om buiten je comfortzone te werken. Gewoon je man naar de winkel sturen en hem iets laten uitzoeken voor je. En, bijkomstig voordeel. Door deze kleuren lijkt ze wel meteen een heel stuk minder op Ariel. Toch? En ik heb trouwens overigens in de tussentijd al superveel producten gebruikt. Het enige dat ik nog niet heb gebruikt, dat is de verf. En de spray paint. En voor de rest heb ik alle producten al allemaal hierin gebruikt. Dus ik denk dat ik sommige dingen nog wel op de achtergrond ga laten terugkeren, maar het hoeft niet. Het enige wat ik nog niet heb bedacht is hoe ik dit nu zometeen ga oplossen als ik dit dan weer op mijn paarse papier ga doen. Dus ik had iets bedacht in ieder geval met haar uitknippen, maar nu ik er zo zie in zo'n ronde vorm, want de staart is natuurlijk heel rond, denk ik dat het ook heel tof kan zijn als we haar in een rond iets gaan uitknippen met een hele grote witte ronde achtergrond. Dus ik ga even door mijn huis heen lopen, even op zoek naar een rond bord wat ik erop kan leggen, zodat ik ja die vorm heb. Want mijn passer is niet zo groot, helaas. Ik heb een hele verzameling borden. Nou, deze zie ik al, die is te klein. Maar ik heb nog een grotere. Dit is wel echt de grootste die ik in huis heb. Ai, het zou misschien net aan kunnen. Ik ga even met een schetspotlood eromheen zetten. Dan kan ik zien hoe het eruit ziet. En of het leuk is dan. Zo. Dat is best wel tof, denk ik. Het ziet er best leuk uit. En dan komt het zo erop of zo. Het is wel heel wit nog. Jongens, ik heb geen idee wat ik aan het doen ben hoor. Ik bedenk dit gewoon along the way. Ik heb een beetje een idee, maar het lijkt dan niet echt meer op dat idee. Want ik vergeet altijd halverwege waar ik mee bezig was. Maar ik denk dat we deze zo meteen dan gewoon hierop gaan doen. Dit ga ik natuurlijk mooi recht afknippen. Het lijkt ook wel een beetje nu een maan eigenlijk. Het is gewoon een zeemermin in de lucht met spuitverf. Heel normaal. Oké, maar wordt dit mooi? Ik ga het gewoon doen. Kom uitschelen. Ja, dit wordt hartstikke leuk. Waarom werk ik nooit met deze krijtjes? Dat is echt tof. Kijk hoe tof dit effect is. Het lijkt wel een soort van stenen muurtje of zo. Nu is het een zeemermin in de ruimte die voor de maan staat. Of een stenen muurtje. Nee, maar dit is superleuk. Nu is het niet meer zo wit. Ik vind het heel tof.
Dus ja, ik moet het eigenlijk wegleggen en dan vanavond of morgen verder gaan. Want het is nu tijd om avondeten te gaan maken. Het is in ieder geval te gaan regelen. Maar ik wil niet stoppen, want het is zo leuk. Ik denk nou leuk het wordt. Maar goed, oké. Okay, ik ga het nu even wegleggen en dan gaan we of vanavond verder en anders morgen. Ik denk dat ik klaar ben. Weet je, ik ga gewoon Rick er nu voorbij roepen, want hij heeft nog helemaal niks hiervan gezien. Ik ben heel benieuwd wat hij hiervan vindt. Dit is het geworden. Niet. Ja. Dat is wel tof hoor. Ja, echt? Ja. Ik heb trouwens alles gebruikt. Alle spullen, echt? Maar ook al het papier, want dit is het witte papier. Ja, ik zie het. Ik heb wel één wit papier nog en over. En dit ook. Creatief opgelost hoor. Thanks. Maar ik vind hem heel tof. Thank you. Ik vond het een hele uitdaging. Wel een leuke uitdaging, maar wel echt een hele uitdaging. Nou, kun je hem ook nog eventjes zo van de voorkant bekijken? Want volgens mij lijkt hij zo best wel wat groter dan dat je hem de hele tijd van bovenaf ziet. Het was best een grote tekening ook om te maken. Zo heel vaak teken ik niet in zo'n verhouding. Ik vond het in ieder geval een hele leuke challenge om te doen. Ik ben ook heel benieuwd wat jij ervan vond. Laat vooral ook even in de reacties weten wat jij zou maken als jij deze materialen had gehad. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Als je het een leuke video vond, dan weet je wat je moet doen. En dan zie ik jullie heel snel weer in een volgende video, hoop ik. Dankjewel voor het kijken en tot snel weer. Doei!